De Emmausgangers, René Klarenbeek, daar zijn we nu naar aan het kijken. U was benieuwd, hè? Ik was heel erg benieuwd naar dit schilderij, want ik ken een paar versies van Caravaggio, waar het erg op lijkt. Caravaggio, de grote Italiaanse schilder? Ja, rond 1600. En dit schilderij dus zou dan rond 1650 zijn geschilderd in Nederland, door de jonge Vermeer. En ik ben nu ook zelf bezig met scènes te schilderen. In een stijl die eerder aan de midden 17e eeuw doet denken dan aan nu. Dus ik zit ook heel erg te kijken als schilder naar hoe Van Meegeren, de schilder dus, dit schilderij gemaakt heeft. En dan vallen me ook wel een paar dingen op waarvan ik denk van nou, dat is toch wel een beetje knullig. De vraag is of de kenners die dus dit als een Vermeer hebben gezien in 1937, of zij wel of niet die dingen gezien hebben. Nou kunnen ze natuurlijk ook gedacht hebben, nou ja, Van Meer was nog een jonge schilder. Dus hij maakte nog wat foutjes, dus dat nemen ze maar voor lief. En het heeft natuurlijk ook wel heel veel van de jonge Vermeer, zou ik maar zeggen. Van de jonge Vermeer is weinig bekend. Dus Van Meegeren heeft gedacht, nou dan ga ik die hiaten invullen. Er hangen hier nog een paar andere schilderijen. Hier zie je Christus en de overspelige vrouw. En die is in de bezittingen van Göring, de Rijksmaarschalk, een vriendje van Hitler, gevonden. Het is een vreselijk schilderij. Ik vind het echt ongelooflijk lelijk. En het zou, als je het vergelijkt, hè, dat gezicht van Christus op dit schilderij is hetzelfde gezicht als op dat grote de Emmausgangers. Overigens ook op een aantal andere schilderijen van Van Meegeren. Altijd diezelfde Christus die je ziet. Ja. Dus het is de bedoeling dat dit ook een Vermeer moet zijn. Ja, en daarmee suggereert hetzelfde model. En dat gebeurde ook veel in de 17e eeuw. Schilders gebruikten heel vaak dezelfde modellen. Die zie je dan ook vaak in dezelfde posities terugkomen. Maar wat erg opvalt en stoort aan dit schilderij, vind ik, is dus dat die Christuskop, die is behoorlijk groot. En het handje is ongelooflijk klein. Ik zie wel overeenkomsten tussen de jonge Vermeer die wij samen al, voordat de luisteraars de radio aanzetten, die wij samen al hebben gezien in het Mauritshuis. Namelijk wat diffuse gezichten, die lijnen die zijn niet scherp, de handen die zijn niet scherp. Dat heeft Van Meegeren wel nagedaan. Ja, hij heeft dat wel nagedaan, maar eigenlijk op een volstrekt willekeurige manier. Er zijn nog andere schilderijen. Hier is een schilderij met gaten erin ook. En daar zijn we het over eens. Dit vinden we eigenlijk lelijk, hè? Dit is onvoorstelbaar lelijk. De voorstelling is de voetwassing. Het verhaal is prachtig. Het drama is ook geweldig. Er zou je een geweldig schilderij van kunnen maken. Alleen zie je een samenraapsel van onsamenhangende figuren. Inderdaad, de soft focus waar Vermeer bekend om was. Maar dat wordt zo onsamenhangend geschilderd en zo onovertuigend ook geschilderd. Ik vind het ook, los van dat het niet geloofwaardig is, is het gewoon een lelijk schilderij. Het is echt lelijk. Als iemand met heel veel kennis van zaken mij heel overtuigend zou proberen te vertellen dat dit een heel vroege Vermeer was, dan zou ik bijzonder verbaasd zijn over het gebrek aan kwaliteit. En dan zou ik hebben gezegd, nou ja, als jij zegt dat hij echt is, dan zal het wel zo zijn. En dan heeft Vermeer zich veel later ontwikkeld dan wat ik hier zou zien. Boijmans van Beuningen, het grote museum in Rotterdam, organiseert deze tentoonstelling. Floris Lammertsen, u bent conservator. Het was mede uw idee, deze tentoonstelling. Uw voormalige collega's, ze zijn nu al langer onder de groene zoden. Die hebben besloten ooit om dit schilderij achter ons, de Emmausgangers, aan te kopen. Zou u het ook aankopen? Nu niet meer, maar ik ben zo ontzettend bang dat ik het in de jaren 30 ook gedaan had. Toen ik begon met het voorbereiden van dit tentoonstelling, dacht ik, nou, hoe is het nou eigenlijk mogelijk dat ze dat gedaan hebben? Maar als je nou die brieven van die mensen leest en je verplaatst in hoe zij dachten, dan, ja, ik ben bang dat ik het net zo dacht van, jeetje, wat een ongelooflijk mooi stuk. En je herkent er zoveel in. Hè? Als er nu ook een schilderij of een beeld ontdekt wordt wat heel bijzonder is, dan verstrijkt het ook meteen in de krant en ontstaat er een soort euforie. En nou, dat ontstond toen nog veel en veel meer. Het was een soort, ja, haast een soort gekte toen dat schilderij ontdekt werd. Er hangen hier een 8, 9, 10 schilderijen. Er zijn zelfs een paar van waarvan jullie nog eigenlijk niet weten of ze wel van Van Meegeren zijn. Hè? Waarom laat je schilderijen van Van Meegeren zien, van die oplichter? Nou, het zegt zo ontzettend veel over hoe mensen kijken. Hè? Bedoel, er wordt een beetje stilzwijgend van uitgegaan dat mensen objectief kijken. Maar als er nou één voorbeeld is waar dat uit blijkt dat dat niet zo is, dan is het wel Van Meegeren. Hè? Bedoel, het is zo extreem, word je door de tijd beïnvloed in het kijken naar schilderijen. En het is een hele goede, ja,
eye-opener voor mensen en zeker voor kunsthistorici. Nou, bedenk, in de jaren 30 werd dit niet als een gewone Vermeer, maar als het meesterwerk van Vermeer, hè, dat is nog wel een schaaltje erger, kan je zeggen, werd dat beschouwd. Dus het is zo ongelooflijk belangrijk om te beseffen hoe de psychologie van het kijken, dat vind ik eigenlijk het meest interessante aan Van Meegeren. René Klarenbeek, die heb ik meegenomen, de schilder die heel veel van die Gouden Eeuw kent. René Klarenbeek, u zei tegen mij, als ik die schilderijen zie van Van Meegeren, dat is gewoon een tijdsbeeld van de jaren 20 en 30 van de 20e eeuw. Ja, ik zie echt schilderen. Ik zie koppen die mij heel veel doen denken aan Von Bildhouwwerken uit de jaren 30. Van die typische expressionistische, bijna lege koppen. Als ik het zie, denk ik direct aan de jaren 30. Heeft u, als u kijkt naar de schilderijen van Van Meegeren, heeft u respect voor die Van Meegeren? Nou, ik vind het ook wel. Je moet ook wel lef hebben om dit te doen. En ik heb ooit eens gehoord, en dat vind ik toch wel een mooie grap, dat toen dit schilderij gepresenteerd werd, met veel aplomb in het Boijmans. Op Boijmans uiteindelijk ook een heel groot meesterwerk. Mensen stonden in de rij om het schilderij te bekijken. En Van Meegeren heeft zich ook in de rij aangesloten om ook het schilderij te gaan bekijken. Hij stond ervoor, maar na verloop van tijd moest hij ook weer doorlopen. Dus ze posten maanden hem, de maker van het schilderij, om bij zijn eigen schilderij weg te gaan. En dat moet toch wel. Ik kan me voorstellen dat hij van binnen toch wel erg veel plezier gehad heeft die middag. En nou, dat gun ik hem dan ook wel.